Klaagmuur TV, dames en heren, goede avond. Vandaag stellen we de volgende vraag over de slachtoffers in het gebouw van de vakbond in Odessa. Zijn de doden verbrand of werden ze afgeslacht? 2 dagen na de bloedige gebeurtenissen in Odessa zijn inwoners op het dak van het gebouw van de vakbond geklommen. Men hoort onder hen een man, een overlevende, die het niet uithoudt en bitter huilt. Fotografeer alles, men moet het zien. We hadden toch helemaal geen wapens. En zij, hij bedoelt de autoriteiten uit Kiev, zeggen dat we er wel hadden. We hadden zelfs geen pistool, maar toch noemen ze ons separatisten. De op internet verschenen foto's van de lijken in het gebouw van de vakbond laten vermoeden wat er werkelijk is gebeurd. Ze zijn evenwel te gruwelijk om ze nu hier te tonen. Op de begane grond waar het vuur woedde, zijn verkoolde lijken te zien. Maar ook in de bovenste verdiepingen, die niet echt hebben gebrand, zijn gedeeltelijk verkoolde lijken te zien. Men herkent op 1 beeld bloedplassen die afkomstig zijn van het geweld waaraan het slachtoffer werkelijk stierf. Vervolgens werd alleen het hoofd van het slachtoffer verbrand. De rest van het lichaam en ook de kleding tonen geen verbranding. Het hele meubilair van de kamer is bovendien intact. Behalve het hoofd van het lijk heeft daar duidelijk niets gebrand. Er zijn een jonge man en een jonge vrouw te zien die niet zijn verbrand en ook niet zijn gestikt. Ze werden op een andere wijze geëxecuteerd. Een dode vrouw in de buurt van de lift werd vanaf de heupen de kleren van het lichaam getrokken. Ze werd hoogstwaarschijnlijk verkracht. Dan overgoten met een brandbaar mengsel en in brand gestoken. Meerdere lijken werden in het hoofd geschoten. Het verschrikkelijkste beeld toont een zwangere vrouw, een employé die waarschijnlijk bezig was met het schoonmaken van het kantoor. Ze vertoont geen brandsporen en werd met een kabel gewurgd. De slachtoffers werden vermoedelijk gefolterd in de ruimtes van het gebouw, vermoord en vervolgens speciaal alleen hoofd en handen overgoten met brandbare vloeistoffen. Dit om de sporen van het geweld uit te wissen en de identificatie van de slachtoffers te bemoeilijken. De onderste lichaamsdelen vertonen vaak geen verbrandingen. Er zijn op meerdere plaatsen onbeschadigde barricades te herkennen om de opgeslotenen te verhinderen in de bovenste verdiepingen te komen om zich te redden. Er wordt vermoed dat het eigenlijke bloedbad binnenin het gebouw al voorbij was op het tijdstip dat men de brand deed ontstaan. Het ging er alleen om de achteraf gestichte brand op te geven als officiële oorzaak voor de dood van de slachtoffers. Omdat het gebouw echter voor een groot deel uit onbrandbaar materiaal bestaat, bleef het vuur beperkt tot het gelijkvloers. De sporen van de begane moorden op de verdieping bleven bewaard. Er zijn ondertussen een reeks aanwijzingen dat er speciale commando's van de Oekraïense staatsgreepregering binnen het gebouw waren die de mensen in rijen hebben geëxecuteerd. Er zouden in totaal niet slechts 43 doden zijn, maar 116. Een getuige bericht hoe het volk in het gebouw werd gedreven en daar werd geëxecuteerd. 2 jongens werden met knuppels doodgeslagen. Een vrouw met haar 2 kinderen levend verbrand. Dames en heren, met het oog op deze beelden die wijzen op een gruwelijk bloedbad op onschuldige burgers in Odessa, sparen we verdere woorden. We sluiten deze uitzending af met een uittreksel uit een in 1799 gepubliceerd gedicht van Friedrich Schiller, Het lied van de klok. Het is gevaarlijk de leeuw te wekken, verderfelijk is de tand van de tijger. Echter, het verschrikkelijkste van de verschrikking, dat is de mens in zijn waan.